Ja, we zijn in Zeist en ik heb hier een bijzondere ontmoeting. Met de man die alles kan. Zo werd hij vroeger op televisie altijd aangekondigd. Hij heeft alles te maken met deze hoge hoed. Natuurlijk Hans Kazan. Dus loop even met me mee. We hebben een ontmoeting in het Viry Hotel. Nou, allereerst zitten wij hier in het Viry Hotel. Eigenlijk jouw tweede huis. Ja. Hans Kazan, de man die alles kan. Ja. Zo ben je jarenlang. Bijna alles kan. Hans, ik vind het fantastisch om hier jou te mogen ontmoeten. Ik ben ook ontzettend blij dat we hier kunnen zitten überhaupt, hè? Ja, je doelt waarschijnlijk op mijn ziekte. Ja. Ja, dat was inderdaad een... Ik heb in een redelijke lange tunnel gezeten zonder al te veel lichtjes. Ik was gewoon heel ziek. Maar inmiddels is dat allemaal opgeknapt. Ja. Ik voelde me helemaal Hosanna. Ja. Dus ja. Het gaat weer helemaal goed. Ja. Wij kennen natuurlijk Hans Kazan alleen maar als de goochelaar. Ja. En nu ben je eigenlijk een hele nieuwe weg ingegaan. Meer lezingen, meer het vermaken op een andere manier. Want je blijft hoe dan ook een entertainer. Ja, volgend jaar word ik 70. En toen dacht ik, ik ben 70 jaar op deze aardbol. Heb veel meegemaakt. Zowel persoonlijk als zakelijk. Dus ik kan mensen helpen met levenservaring. Ik heb gewoon veel meegemaakt. En ik ben begonnen al een aantal jaren geleden met het geven van lezingen in het bedrijfsleven. En dat werd heel goed ontvangen. En ik vond het heel erg leuk om te doen. Ja, en dan 1 is 2. En op een gegeven moment ben ik dat gaan uitbreiden, dat circuit. En ik vind het gewoon heel leuk om te doen. En ook meer passen bij mijn leeftijd en bij wat ik nu doe. Ik heb mijn hele leven op feesten en partijen opgetreden. Het is een beetje als André van Duin die roept... nou heb ik het genoeg van jas scheef dichtknopen, alpino petje op, hoele boele boele. Daar heeft hij op een gegeven moment ben je klaar ermee. Dan denk je, heb ik gehad. En dat gevoel heb ik met goochelen. Dat ik denk, ik vind het nog wel leuk, natuurlijk. En ik heb het ook altijd met gigantisch veel plezier gedaan. Maar het geven van lezingen en je ervaringen delen met andere mensen... Ja. Dat vind ik nu het mooiste. Ja, we kunnen daar wel mee wachten, maar ik vind het heel erg leuk om iets te zien toch nog van een goochel-eet. Want we kunnen nergens natuurlijk weg zonder dat jij toch gegoocheld hebt. Want je blijft natuurlijk, ondanks dat. Ja. Nou ben ik natuurlijk zwaar helderziende, dat zul je begrijpen. Oh, echt waar? Ja, echt waar. Dus ik had er al op gerekend hoor. En een paar stukjes touw meegenomen. Oké. Nou, kan ik daar een hele uitgebreide truc mee doen, maar ik ga proberen dat heel kort in elkaar te zetten. Het zijn 3 stukjes touw. Hier kijk eens een heel kleintje, pak maar even beet. Dan kun je er even aan trekken om te zien of daar geen dubbele bodems in zitten. Geen geheime gangen, geen spiegels. Nou, dat geldt voor al deze touwtjes als je dat zou willen testen. Maar ik neem aan dat je het wel gelooft. Ja, ik geloof het. Oké. Nou, dan ga ik je het verschil laten zien tussen schijn en werkelijkheid. En dat heeft natuurlijk met goochelen te maken. Kijk, dit is het kleinste touwtje. Het tweede touwtje dat iets groter is, dat is deze. Ja. En die derde is nou een heleboel. Ik zal even bij gaan staan. Dan kun je het beter zien. Nou, jij mag dus blijven zitten, joh. Ja. Dat is het voordeel voor jou. Ik moet het laten zien. Ja. Nou, 3 touwtjes. Dit is de kleinste. Dit is de allergrootste. En deze zit er zo'n beetje tussenin. Nou, dan neem ik de eindjes van al die touwtjes bij elkaar in mijn hand. Zo, op deze manier. En dan komt het leuke. Want je hebt 3 verschillende touwtjes gezien. Ja. Maar als je het gelooft en je trekt er die touwtjes... dan worden ze langzaam alle 3 even lang. En dat is heel bijzonder, want dan is Kees, zoals je kunt zien, touwtje nummer 1... net zo groot als touwtje nummer 2 en net zo groot als touwtje nummer 3. En de vraag is, wat nou is nou de werkelijkheid? Zijn ze alle 3 verschillend of zijn ze alle 3 hetzelfde? Nou, wat de werkelijkheid weet ik niet. Maar als ik blaas, zie je, dan heb je weer 1 heel kleintje, eentje die iets groter is. En natuurlijk die heel erg lange. Ja, dat is een magic. Je blijft me verbazen, Hans. Ach, joh. Echt bijzonder weer. En dan sta je er bovenop en dan ben je dan nooit bang dat het dan fout gaat. Want ik kan me voorstellen dat er toch iets moet zijn waarbij je de goocheltrucs niet kunt openbaren. Ja, ik heb altijd geleerd van iemand waar ik heel veel van geleerd heb in de praktijk. En die zei, allerbelangrijkste in het leven... Nooit bang zijn. Nooit bang zijn. Nooit bang zijn. Niet voor een nieuwe stap, niet voor een nieuwe onderneming. Niet voor, het gaat fout. Gewoon niet bang zijn. Ja, je richt je leven op jouw manier in. Je geniet ervan. Ja. Spanje, Nederland, shows met de kinderen. Jij hebt zo'n stabiele basis met alles en nog wat. Een normaal mens zou al lang met pensioen zijn. Ja dat wordt me heel vaak gezegd. Wanneer ga je stoppen? Ja. En dan zeg ik altijd, maar waarom zou ik stoppen? Want wat ik doe, is ook mijn hobby. Ja.
En waarom zou ik stoppen met mijn hobby? Dat is wel onzin. Ja, dat is waar. Ik moet er niet aan denken. En daar kom ik ook nog bij. Kijk, ik woon in Spanje. Dus heel veel mensen denken, oh, hij woont lekker in Spanje. Nou ja, maar hij kan het doen, want hij kan het huis. Enzovoort. Ik heb niet meer... Echt, ik ben niet heel erg rijk in geld en dat soort dingen. Maar ik heb gekozen om in Spanje te gaan wonen, ja, en in Nederland te werken. Hoe belangrijk zijn jouw kinderen voor jou? Nou, mijn gezin, ik zeg niet familie, maar mijn gezin is voor mij het allerbelangrijkste. Daar staat op nummer 1 Wendy, mijn vrouw. Want zonder haar zou ik het leven niet zo leuk gevonden hebben. Mm. En nog steeds, na al die heel veel jaren. En mijn kinderen staan allemaal op nummer 2. En het mooie van alles is, ze zijn allemaal de magische wereld van Hans Kazan ingetreden, ja, eigenlijk. Ja, dat is... Ja, dat ligt niet aan mij, denk ik dan. Een beetje misschien, misschien toch? Misschien een beetje. Nee, maar... Ik heb vaak gezegd, jongens, ga niet in dit vak. Want het is het moeilijkste vak dat er is. Om met goocheltrucjes en dit soort dingen je boterham te verdienen. Dat is niet simpel. Dat zijn er maar heel weinig die dat lukt. Maar uiteindelijk zijn ze er allemaal terechtgekomen. Het leuke is, ze hebben allemaal iets met magic. Ja. Maar het zijn geen kopieën van Hans Kazan. Nee, absoluut niet. Absoluut niet, nee. Totaal anders. Ze zijn allemaal, en dat vind ik mooi, want dat betekent dat de opvoeding geslaagd is. Ze zijn hun eigen weg gegaan. Ja, ja, bijzonder. En toch fantastisch om binnenkort weer met Steven, geloof ik, op het podium te staan. Ja, toevallig morgen, ja. Morgen. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Ja, nou ja, dan, meestal een paar dagen van tevoren beginnen we al van Steven, wat ga jij doen eigenlijk daar in die plaats? Nou, ik wil graag dat en dat doen. Oké, laat ik dat weg. Doe ik die trucjes. En dan zeg ik, maak jij het programma of ik? En meestal zegt hij, doe jij het maar. Want hij is een beetje makkelijk. Ja, en het leukste moment is, voor de show zetten we onze spulletjes klaar. Dan zitten we tussen de coulissen en dat is heel gezellig. Ja. En nou, pap, jij begint, hè? Ja, ja, ik begin. Nou, en dan start de muziek en dan begin ik. En op een gegeven moment geef ik het woord over aan Steven. En zo wordt het balletje heen en weer gekaatst. Ja, je krijgt daar ontzettend veel energie van. Ja. Op het moment wanneer je het erover hebt, ga je stralen. Ja. Dan krijg je weer die passie, hè? Ik heb het altijd de leukste gevonden in de shows... met de hele familie. En dat wordt nu moeilijk, omdat Steven in Nederland woont... Magic Limited in Spanje en ik tussen die twee landen in. Maar het mooiste vond ik de theatershows in Nederland... waar we echt met z'n allen werkten. En voor mij was het mooiste moment als ik tussen de coulissen stond... en kon kijken naar de kinderen van... verdomme, wat doen ze dat toch leuk, hè? Nou ja, trotse papa. Trotse papa, wel. Ja. Ja. Ik heb nog wel één leuke slotvraag. Want is er nou nog iets, Hans... wat op jouw bucketlist staat, wat je nog nooit hebt gedaan... wat je absoluut op je wensenlijstje in vervulling zou willen laten gaan? Nou, niet specifiek. Eigenlijk staat op mijn wensenlijstje nu bovenaan en primair... dat ik me meer wil, nu vanaf mijn 70ste... meer wil richten op het geven van lezingen... dan op het geven van goocheloptredens. Okay. Dat staat wel bovenaan. En daar doe ik ook echt mijn best voor... Om dat verder te ontwikkelen, om het zo maar te zeggen. En beter en mooier te maken. Maar iets totaal anders, wil ik in één keer balletdanser worden? Nee. Nee. Dat staat mij ook helemaal niet zo bij jou. Dus nee. Hans, heel erg bedankt dat we even mochten duiken in de magische wereld van Hans Kazan. En ik hoop dat we nog heel lang kunnen genieten van jouw passie. Nou, dat hoop ik ook. Het zou leuk zijn. Dankjewel. Hans Kazan.